De gemeenteraad van Nijmegen heeft met een overtuigende meerderheid gestemd voor een nieuwe warmtevisie. In de warmtevisie staat hoe Nijmegen stap voor stap aardgasvrij wil worden. Met de komst van deze visie komt er structuur in alle initiatieven die zich inzetten voor aardgasvrije buurten. De gemeente hoopt dat de visie ervoor zorgt dat de transitie naar aardgasvrij sneller gaat verlopen. Nijmegen is al bezig met die transitie. 6000 woningen zijn al aardgasvrij. En het doel is om Nijmegen in 2045 helemaal aardgasvrij te krijgen. Om dat doel te behalen gaat de gemeente zich eerst richten op de wijken Dukenburg, Hengstal, Bottendaal, Hatert en Heijendaal. In 2035 hoopt de gemeente deze wijken aardgasvrij te hebben.